Het is begonnen ergens, laten we zeggen 2004, zoiets, misschien zo, en dat weet ik al niet eens meer, zo lang ben ik wel aan de gang. De KNKB dwaande om, om een plan te maken om het museum te verzelfstandigen. En toen kwam de voorzitter van Doe dat steeds, Teunis Piers, bij me die zei: kies om deze taak op te nemen om daar een verzelfstandiging van het museum te komen. Een werkgroep moet erin gesteld worden. Ik doe het natuurlijk net alleenig, want dat zou een gigantische klus wijzen. Bovendien heb je een klankbord nodig. Ik heb zocht naar meisjes om je heen. Theo Kuppers heb ik als eerste daar vervregen, want ik dacht, Theo die heeft wel wat verstand van museale zaken. En als je het door een museum hebt, maar heb je zo'n meisje nodig. En een museum, dan ren je ik zijn bouwkundige zaken door. Daarvoor ben ik gegaan naar Piet van Dunen. En Piet van Dunen die zit in de bouw als een van de directeuren van Friso. Dus aardig in het zaal bebieden en die wil ik. In die tijd wie Teunis Piersma nog vastzitter van de KNKB en Tjerk Prins als plonghouder zit er dan ik bij. Later is Teunis Piersma door de net meer vastzitter van de KNKB worden. Dat treedt het bestuur van het Keertsmuseum, van de werkgroep om het op te rucht zien beter zijn. En toen is Frans Dijkstra, nooit er geen directeur meer, wie is er als directeur of als secretaris staat treden. Ja. Ja. Want uiteindelijk begonnen we een beetje om te griemen. We zitten wel te vergaderen, maar het scheelt net op. We kwamen nooit vooruit. Dat lijm net alleen aan huis, dat lijm ik een beetje aan de KNKB, werd ze ik in knopen terughakken. En toen hebben wij als mensen van de werkgroep zijn en om matten een stichting oprucht te worden. En die stichting is terug notaris Kolma Pro Deo opruchten. Het is ook niet één stichting geworden, het zijn er twee stichtingen geworden. Dat binnen twee stichtingen de ene die zo dan de exploitatieverzwaring maakte van een nieuw Keertsmuseum of het bestaande. Maar we hebben al vanuit het begin de gedachte, als we ooit nog eens een keer de kongers en centen krijgen, dan maakt het museum van de werkelijk schitterende bovenafdeling van de Frieslandbank over. En die, maar het maakt naar de grond af, want de trap naar boven is heel min toegankelijk van mensen die het wat mankeren. Den Jonken hebben wij een stichting met alle bezittingen inkomen om te voorkomen dat ooit bij een faillissement de bezittingen op een merk gebracht worden zullen en wij, maar ik de mensen die het jong hingen, de mensen die het jong hingen wint natuurlijk ook weet, maar hun spullen in verkocht zeggen worden, dat zou verschrikkelijk wijzen. De oerdracht van de KNKB, ja, dat is dus lang oer nooit, maar uiteindelijk werd ze vier in april 2012 hebben we in dit Keertmuseum mooi de oerdracht van een grauwe euro onder de voorzitter van de KNKB alles oer droegen kregen en winnen wij als stichtingsbestuur, als stichting, maar ik kan ook zeggen, want het bestuur als zodanig van Tjentwurg tot stichting, nu de eigenaar van alles wat je ziet. Nou ja, wat wij net bedenken kunnen hier, dat er op dat moment zulke tjuster wolken bob is droden. Want wij gingen natuurlijk net dromen kunnen dat de Frieslandbank hem net hoornhaven is zo. En dat hij in financiële zwaarigheden komen zo en de Rabobank te helpen zitten moest. Want Kramer Beheer BV uit Sjom, die wisten we pas later natuurlijk dat hij het pond kocht hier bij de meisje van de Frieslandbank werden we dan geregeld door de vlierkamer. Wat zijn je moet ik wel kopen. Maar ja, wij konden nooit zo gauw geld bij elkaar brengen. En wij zijn zo keel als een luus. Dus in die zin, wie dat een mooie vraag, werd we geen antwoord op Jan komen. Want uiteindelijk is het zo geworden dat Kramer Beheer BV uit Sjom dit pond kocht heeft. En die het op een hele reguliere manier gebruik maken van de mogelijkheden. Want wat weet, wij hier net een officiële hier overeenkomst, maar we hier een Brooklyn overeenkomst. We hebben 1 juni een opzetsbrief gekregen en Kramer BV Beheer die had zijn. Nou ja, dit zijn de regels en de spulregels die binnen op alle manieren binnen ze ik hoornhavenen. Wij kregen een opzetstermijn van een jaar hier. En wij moeten dit jaar op 1 januari 2014 leeg opleveren. En daarom zullen we hier ook op de dozen staan. Die ben we ontwaande in te pakken. En die zullen opsluiten worden maten. En dan hopen we, nou, voor inventariet ergens anders, op Nij Delzetten te kennen.
Wij kwamen dus op een gegeven ogenblik heel dit meer niet nijs. Vooral doet het er officieel uit moesten. Er stien stikjes in de kranten, in de Frenzy de kranten, de Aliaute kranten. En benamen dat stikje in de Aliaute kranten, dat het een heel soort actie opleveren. Na onleiding van dat stikje, werd ik benaderd door Ere Dijkstra, de fractiemeewerker van de FNP-fractie van de Steden. En die zei: Heemstra, kunnen wij als politieke partij ik wat van je bedoelen? Nou, dat was de eerste die mij dat idee kwam. En die heb ik helemaal bijpraten. Toen is Annetje Toering, de fractievoorzitter, naar alle fractiestangen, die het vregen. Had ik nou een moosje in Sini, wil je hem die dan stipje? Nou, de collegepartijen, die hier ze op haar hoorn, maar ik nog horen haar stiepen. Er zijn uiteindelijk binnen de Steden drie partijen die het net meedien. Dat zijn de VVD, dat zijn de ChristenUnie en dat zijn de SP. En de andere fracties die alweer schitterend meedien. Het bijzondere was dat de Duits na de Stedenvergadering, hier in Frensje, Rietsvergadering was. En als een baltje raar had, dan meende het heel het hutte te raar. Dus toen ben ik wekker worden en toen hebben ze gezegd, wat kunnen wij van hem doen? Nou, dat betekent dat ik zo wat platbellen ben terug elke keer. Ik hier de warme eren van. En dat je dan op een gegeven ogenblik hoop je, misschien kan het nog een beetje verder gaan. Want die moosje die in de Steden kwam, dat weer een hele mooie moosje voor ons, daar wie in komen te steen, dat de mogelijkheid ontstaat dat wij in het redden van de kosten die we maken, om een cape en weet ik het wat al jaar, dat we die vergoeden krijgen om het maximum van 4 ton te. Dat wil zeggen in het redden van een 4 ton. En daar konden we mee te voeten. Nou, een vergelijkbare motie is in de Rie van Frenzy het economen. En nu hebben we in ieder geval al 2 dikke visken. Maar, en dan moet ik weer heel eerlijk wijzen, het geldt er net binnen. Want we hebben al je plannen op de planken lezen. Dan moet de stofkamer nog eens een keer goed terugheen. En dan kunnen we zien, Jenny. Maar het is net zo dat het nog onmogelijke plannen binnen die het nog eens een keer maken worden. We hebben ze klaar en wij willen het museum ook totaal vernijden. We willen het digitaliseren. We willen audio- en videomiddelen erin broeken. En nou ja, het moet een volle moderne uitstraling krijgen. Maar we zijn er tegenwezen mee dat we als Safier binnen. Nou is het zo, er moet ik particulier geld komen. Want dat is voor alles in Nederland, als je subsidie hebt willen, dan moet het een draagvlak hebben. En daar ben je druk met waande. Alleen dan ren ik iedere keer het zijn dezelfde vragen aan. Wat heeft de KNKB van je neem? Wat doen de keertjes van je? En op nota moet ik dan mijn speech zeggen, nou, dat is van die hoeken nog net een soort waarkomen. We hopen dat dat veroordeelt dat er van de KNKB ik een substantieel bedrag, en ik neem geen getallen, want dat is natuurlijk levensgevaarlijk, maar dat er een substantieel bedrag komen maakt. En dan ben ik er wist van dat ik oren bijdragen wil aan dit museum. En jonken de KNKB, denk ik dat de PC ik wil op uw verlanglijstje staat. En dan heb ik nog eens vreugden van het Keertsmuseum. Daar hebben we komende week ook weer vergadering mee. Dus die wil ik even proberen om op een zitten te komen. En mooi ook hoor, nou kan dat misschien een mooi bedrag opleveren. Zodat we heel de room binnen, mooi wat stiepen hier en daar.